Yo YouTube, Ace hier met vandaag een nieuwe video. Vandaag, holy shit, is de dag, want ik heb het Knolpower pakket gekregen. Voor de mensen die het niet zouden weten, ik heb dus één van de 10 Knolpower pakketten gewonnen van Enzo Knol. Hier zien jullie een kort stukje uit die video. Tweede winnaar, en dat is Nathan van de Gunst. Kijk maar even naar deze foto. Wat vind jij ervan, D? Ik vind het toch wel heftig dat hij dat heeft. Ik zou dat niet doen. En ik heb die nu binnengekregen en ik dacht, holy shit, er is niks beter dan dit te delen met jullie. Dus jongens, ik ga deze doos openmaken. Het gaat echt super nice worden. Let's go. Oké, dus we nemen een mesje en we gaan gewoon die doos openmaken. Holy shit, guys. Holy motherfucking shit, ik heb hier zin in. Ik weet niet meer zelf wat het er allemaal is, maar holy shit. Ik heb stress. Oké, dus allereerst hebben wij een Knolpower muismat. Die is echt mooi. Fucking nice. Als tweede hebben wij een Knolpower cap. Ik dacht dat dat zo'n pet ging zijn die, ja, die zo op die typische sites gedrukt wordt. Maar deze pet heeft echt nice kwaliteit. We doen hem gewoon meteen aan. Let's go. Dan als derde hebben wij natuurlijk, ja, het coolste van allemaal. Een Knolpower t-shirt. En deze zijn denk ik nog niet verkrijgbaar. Super nice, echt. Holy shit, deze... Ja, is gewoon holy shit. Dan heb ik natuurlijk nog een Knolpower sweater. En holy shit, deze is ook. Ja, deze is gewoon wauw. Gewoon perfect. Deze is echt toppie. Ik bedoel, ik doe hem gewoon meteen aan. Deze trui is echt super. Hij is super nice. Dan hebben wij de welgekende uit de video's van Enzo Knol natuurlijk. De Knolpower tag. Dan hebben wij een kaartje van de enige echte Milan Knol. Met zijn handtekening op. Holy shit. Dan hebben wij nog een kaartje van Enzo Knol en deze ga ik sowieso ook bijhouden. En dan hebben wij last but not least de enige echte Knolpower teddybeer sleutelhanger. Super nice. Oh, dit is echt fucking episch. Zo guys, van Knolpower Gaming Gameplay NL. Holy shit, bulletball, de Knolpower guide. Super nice. Oh, dit is zo sick. Bedankt aan iedereen die mijn foto heeft geretweet op Twitter. Bedankt aan iedereen die mijn foto heeft gefavorite op Twitter. Bedankt aan iedereen die mijn tweet heeft getweet op Twitter. Dikke shout-out naar jullie allemaal. Zonder jullie was het waarschijnlijk niet kunnen gebeuren. En natuurlijk een dikke shout-out naar Enzo Knol om deze prachtige dingen naar mij op te sturen. Ik ben echt super blij. Hierbij zou ik de video al afsluiten. Zou ik willen zeggen, jongens, ik zie jullie in de volgende video. Adios.